Almere City is nog altijd zoekende dit seizoen en heeft na 10 wedstrijden slechts 9 punten en staat op een zeer teleurstellende 18e plaats. De ploeg van trainer Gert-Jan Verbeek treft vrijdagavond in Brabant FC Den Bosch, dat precies evenveel punten heeft als de Almeerders en dus eveneens de punten keihard nodig heeft om de onderste regionen te verlaten. Ja, hoeveel druk ligt er dan op deze wedstrijd? Ah, nee, maar dat hoef je niet te ontkennen. Hè. Een club met ambitie. Die wil naar boven kijken en niet naar beneden. Hè. Maar de realiteit is dat we inderdaad op gelijke hoogte met Den Bosch staan. Dus in die zin willen we graag winnen. Verwacht jij een lastige avond te krijgen in de Vliert? Op dit moment is het gewoon hartstikke lastig voor ons. Hè. Je had het zelf net al over druk. Hè. Druk leg je jezelf op. Hè. En de druk wordt alleen maar groter op het moment dat je minder presteert dan de verwachtingen zijn. Trainer Verbeek heeft in Brabant te maken met de nodige personele problemen. Hij kan niet beschikken over Daniel Breedijk, Tim Reserveur, Enes Ahanach en Oussama Bouyaghlaven. Deze Fares Hammouti speelde dit seizoen nog geen minuut voor Almere City, maar zijn rentree lijkt een kwestie van tijd. En dat voelt... Ja, goed. Natuurlijk een lange blessure gehad. Twee kutblessures, hezenlies, toen bovenbeen. Maar het gaat nu eindelijk goed. Ik ben weer fit. Maar de wedstrijd in Den Bosch komt nog 1 weekje te vroeg voor Hammouti. Hij zit nog niet bij de wedstrijdselectie. Nee, ik denk het nog niet. Nee. Terwijl jij natuurlijk staat te popelen om weer te beginnen. Ja, tuurlijk. Ik wil gewoon, het liefst wil ik altijd erbij zijn gewoon. En ik wil gewoon weer wedstrijden spelen. En ik ben er klaar voor. Grote domper deze week was natuurlijk het trieste nieuws rond Daniel Breedijk. Hier in betere tijden tijdens de training. De centrale verdediger scheurde tijdens de wedstrijd van afgelopen zondag tegen de Graafschap zijn kruisband af. En deze zware knieblessure betekent direct einde seizoen. Trainer Verbeek had zondag nog niet het idee dat de blessure zo erg zou zijn. Nee, ik was helemaal ontdaan toen hij mij belde van de week. Want hij ging gewoon lopend van het veld. Normaal bij een kruisbandblessure dan ga je met een brancard van het veld. En hij kreeg eigenlijk pas zelf in de gaten dat het wel eens wat ernstiger zou kunnen zijn. Toen hij uit de auto stapte, hè, want toen was de knie helemaal dik en stijf. En hij heeft natuurlijk eerder aan die knieën dezelfde kwetsuur gehad. Bij Sparta? Bij Sparta, dus hij heeft er ervaring mee. En helaas werd in de loop van de volgende dag werd er geconstateerd dat hij inderdaad wederom zijn kruisband heeft gescheurd. En dan weet je ook dat het gewoon einde seizoen is. Almere zal pas tijdens de wintertransferperiode gaan kijken of ze nog een extra centrale verdediger gaan halen. Want centraal achterin is de spoeling nu behoorlijk dun. Fares Hammouti zou daar ook kunnen gaan spelen, maar focust zich in eerste instantie op zijn favoriete rechtsbackpositie. Nee, natuurlijk zuur voor Daniel. Maar ik ben geen centrale, ik focus me gewoon op rechtsback. Nee, maar goed, als de nood aan de man is, want de spoeling is heel dun achterin, hè? Ja, zoals ik al vaak heb gezegd, al die jaren, als het team me nodig hebt, ik sta altijd klaar. Hoe noemde jij dat ook alweer? Je hoort van het team. Ja. Maar dat is wel veranderd. Ik focus me nu gewoon op rechtsback en daar is alle focus naartoe. Tot slot nog de spitspositie. Wie start er vrijdagavond in de punt van de aanval? De afgelopen weken kreeg Maarten Powell steeds de voorkeur boven Jonas Arweiler. Maar die laatste lijkt nu echt klaar voor een basisplaats. Nou, hij is nu in ieder geval zover dat hij ook zou kunnen starten. En tot nu toe hebben wij altijd gedacht van, als je kijkt naar zijn data en zijn fysieke voorwaarden en de wijze waarop hij op dit moment alweer een tijd met de groep meetraint en ook wat wedstrijdritme heeft opgedaan in oefenwedstrijden en in invalbeurten, is hij weer zover dat hij kan starten. We hebben nog niet het idee dat hij ook al 90 minuten lang gas kan geven, maar wie weet.